Goedemiddag. Ik ben Susanne, ik ben hier voor de struisvogelrondleiding. Ah, zeer goed, zeer goed. Je komt ideaal van pas. Maar kijk, je ziet, mijn knieschijf is gebroken en ik loop rond met krukken. Ja, dat is perfect, je kunt een beetje helpen, uitzien zetten. Oké. Okay. Voilà, oké, okay, kom binnen. Kijk, dat zijn de eieren die we verzameld hebben. Dat is een gemiddeld gewicht van een ei, dat is ongeveer 1,5 kilo. Ja. Soms zitten er een tussen van 2 kilo, 200, 300. Als we ze van buiten geraapt hebben en we hebben ze hier 14 dagen verzameld, komen ze eigenlijk in die machines hier. En hier gaat dus ze volledig voorgebroed worden. Hier gaan we dan die kuikentjes die uit het ei gekomen zijn instoppen om te vervoeren naar de kuikenstal. Paths are there for us to follow. This is gospel, I believe. Angels are around us flying, truth and mercy to receive. Ja. Hier is het nog warmer, hè? Wat we wel ondervinden. Het is 30,2 graden. Dat is ideaal, dat is perfect. We mag nu eentje per eentje over de plastic omheining plaatsen, nou je wilt. De eerste kennismaking met de boerderij. En als je goed kijkt, gaan ze al proberen een beetje met vallen en opstaan, proberen rond te lopen. Dat zijn hun eerste stappen, hoor. Ja, hier. Er stankt hier een beetje plastic voor, anders koelen het te veel af. Hè? Dus dat zijn die van 14 dagen. Dus dat groeit rap, hè? Ja, dat groeit rap. Ze groeien dus het snelst. In de eerste 3-4 maanden. Hoe lang duurt het in totaal totdat ze groot zijn? Een jaar, totdat ze slachtrijp zijn. Ja. Ja. Volgroeid op een jaar. Dan wegen ze 95, 100 kilogram. Je kunt misschien die deur een beetje openschuiven naar links. Hier zitten de kuikens al die nog 14 dagen en een maand ouder zijn. Kijk, zie je ze? Ja, maar dus daar zitten er van 3 maanden, 3 maanden en een half. En dat zijn er hier van 8 weken. 8 of 10 weken. Ik vind deze al redelijk groot, die wil ik niet meer aaien. Ja, ja, maar dat zijn nog relatief. Als je straks een keer naast die moederdieren staat, ga je zeggen dat zijn nog kleintjes. Kijk, dat is een typische henneke hier. Hey, je ziet, bruin-grijze veders. Je ziet, staat een beetje met de vleugels open, omdat het warm is. Hey, het is een beetje met de bek open. Hey, maar dat is een typische henneke. Dat kijk een beetje bezig houden. Kijk hier, hé, wat. Enorm nieuwsgierig. Het is de tijd voor de eieren te rapen. Ja. Gaan we dus nog een keer een ei gaan rapen. Maar ik ga een beetje. Ga jij met de kar rijden? Ja. Hij kunt dat, hè? Ja, niet trap. Dat we uit de bocht niet vliegen. Ja, zo gaat het niet, hoor. We moeten bezig dat je aan de kust zit. Met de hoofdkar gereden. Ja. Mooie dag, golfkarrijden, struisvogel-eieren. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, die dat hier ziet, dat is de grootste haan van de boerderij. Die weegt 180 kilo. Dus dat is een ferme beer. Hebben jullie heeft ook een speciaal kopje. Hè? Je ziet, die boksen zijn allemaal een nummer. Zodat we weten waar dan de eieren, dus we schrijven dat erop. Ah, kijk, daar ligt er een ei. Je mag hier stoppen. Ja. Nu moet je dus voorzichtig die deur open doen en met de haak dat ei een beetje dichter rollen. Dus oplet naar de haak neerleggen. Voilà. Goed, dat zal nu wel blijven liggen. Leg de haak misschien nu eerst aan de kant. Maakt u maar klein, dan ziet hij u niet meer. En denkt hij dat je weg zit. Voilà. Prima. Serieus. En schrijf er een nummer 50. Van box 50 op, als je wilt. Zodanig we perfect weten welke eieren... 50 was mijn kleur. Voilà, ja, voilà. Goed. Hopelijk vond je het interessant. Ja, zeer interessant. Hartstikke bedankt voor al dit outreach. Graag gedaan. Je hebt mij alles zeer goed geholpen. Dank je wel. Als je een keer in de streek zet, moet je maar nog een keer binnen. Dat zal ik zeker doen. Oké, okay, dag. Ja, salutjes. Dag.